Morgen, het is vandaag woensdag. Ik ben nu uitgenodigd bij Ars Rotterdam te komen lunchen. En ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Alleen de timing is best wel slecht, want ik wil vandaag echt beginnen met een strak schema. Dus ik heb even naar hun menukaart gekeken. En ze hebben best wel veel gezonde dingen ertussen. Dus ja, ik kan op zich gewoon gezond eten. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu honey ophalen. Want zij vond het ook echt heel erg lekker uitzien. En dan gaan we samen erheen. Ik heb vandaag mijn nieuwe jas aan van de Mango. Echt super chill. En tegenwoordig leef ik gewoon in zwarte kleren. Opeens gewoon uit het niks. Ik had alleen echt helemaal geen tijd om mijn haren te doen. Ik had er eigenlijk ook helemaal geen zin in. Dus dat is wel een beetje jammer. Voor de rest, ik heb een nieuwe geur ook van Louis Vuitton. En die heet Rose Sense. En die is echt zo lekker gewoon. Oh, niet normaal. Nou, ik ga alvast mijn auto starten en dan zie ik jullie straks. Ik weet ook echt niet wat het is met mij de laatste tijd. Maar ik slaap echt zo slecht. Besef, als ik om 3 uur 's nachts slaap, dan is het voor mij gewoon goed. Het is eigenlijk echt hartstikke slecht. Oh, ik heb zo erg zin in een cappuccino. Ik kan niet wachten. Nou, ik ben inmiddels met Honey. En wij zitten een nieuwe album te luisteren van Kanye West, wil ik zeggen. Van 6ix9ine. Hij is echt hard. Serieus. Ik vind ze echt bijna allemaal leuk, gewoon liedjes. Ik ben nu bij Arsenal. Ik heb echt een heel gezonde keuze gemaakt. Ik ga jullie zo zien laten zien wat ik heb gekozen. Want je kan hier echt super lekkere pannenkoeken eten. Ik had alles erop en eraan. Oh my god, sorry jongens. Ik had zo erg vertrek. Ik ben gewoon vergeten te vloggen. Ik ben nu dus bij Arzu en ik had een broodje besteld met avocado, ei en tomaat. Super gezond, maar ik ga nu weer verder eten. Sorry. En Honey heeft trouwens een broodje met aubergine. Geroosterde aubergine. Wat zit er nog meer op, hoor? Champignons, paddenstoelen, rucola, gedroogde tomaat. Ja, en ze zegt... En heel pittig. Ja, ze zegt dat het pittig is. Lekker pittig. Ze vindt het wel lekker. Maar ik ga nu weer verder eten. En als drink heb ik een cappuccino en ik heb verder niks erbij besteld. Ik zit nu trouwens ook echt vol, dus ik stop ook gewoon met eten. En daarna ga ik even nog een water drinken. We zijn inmiddels bij Witte de Wit en mijn haar ziet er nog steeds niet uit. Er is hier zo'n winkeltje, zeg maar. Ja, is het eigenlijk een boutiqueje? Wat is het eigenlijk? Nee, het zijn 30 of 40 designers in één winkel die hun producten verkopen. Ja, en daar heb je echt zulke leuke sieraden. Zoals jullie zien heb ik geen één ring meer. Ik raak al mijn ringen gewoon kwijt of zo. Ik weet niet. En ik ga denk ik gewoon een paar ringen weer kopen. Want ik heb daar gewoon zin in. En Honey ook. Ik ook. Want jouw ringen zitten altijd ergens in een tas. Ja. In een vakje. Ja. Of in de auto vind ik weer iets. Ik doe er echt max 3 maanden mee. Dus eigenlijk is het ook wel goed dat ik geen dure dingen koop. Mijn trouwring is er ook niet. Heel veel mensen vragen mij van waarom draag je geen trouwring? Ja, maar je raakt al je ringen kwijt. Ja, maar los van dat. Ten eerste was mijn trouwring gestolen, want het was bij ons ingebroken. Ja, die eerste. Ja. En toen daarna, ja, die trouwring daarna past mij nu ook al niet meer. Want ik ben fucking aangekomen met mijn vingers zo in vast. Eén ringmaat groter. Ik pas het gewoon niet. Eén ringmaat groter ja, nu. En ik wil nu juist afvallen, dus... Ik ga afvallen en dan ga ik weer een trouwring kopen. Ik ben bij de Spar en ik ben echt hartstikke geslaagd, maar ik kom dit tegen. De... Red Bulls zijn hier gewoon gesealed. Ik weet niet wat de bedoeling hiervan is, maar volgens mij worden ze dus gewoon gestolen of zo. What the fuck? Alles is gewoon zo los, maar de Red Bull is gesealed. Ik ga zo even aan de verkoper vragen waarom dat zo is. We hebben het dus net aan de verkoper gevraagd waarom de Red Bull er zo uitziet daar. En het is gewoon echt zo omdat de Red Bull gewoon kapot vaak wordt gejat. Ik vind het echt heel erg sneu om te weten. Wie gaat er nou Red Bull jatten van, hoeveel kost die? 2 euro. Oh, 2 euro. Oké, bij de Spar is die iets duurder. Maar ik vind het echt zo zielig. Ga je nou echt iets jatten van 2 euro, jongens? Nou ja, dus dat. Leuk weetje op deze dag. En het regent al de hele fucking dag. Ik word er helemaal moe van. Ik ben inmiddels thuis en Honey is met mij mee. En ik ga nu even lekker koffie voor ons maken. En even kijken, hotdog smaak. Wil jij hazelnoot of met karamel? Karamel alsjeblieft. Karamel. Ik ga even voor koffie... Een heel speciale koffie maken voor hem. Zo, ik heb voor mezelf ook even een koffietje gemaakt. En ik ga ervoor zorgen dat ik genoeg water vandaag drink. Want ik heb echt nog niet genoeg gedronken. Ik denk dat ik straks even een lekkere slaatje of zo maak. Ik weet niet. Ik heb echt alleen maar gezonde dingen thuis. En Honey woont net chocola. Maar ik heb het niet. Want ik heb echt heel gezonde boodschappen gedaan. Ik wil chocola. Ik wil zeker chocola.
Ik ga jullie straks even laten zien wat voor ringen ik heb gehaald. Want ik ben echt, echt, echt geslaagd. Ik heb echt heel mooie ringen gekocht. Maar dat laat ik jullie straks even zien. Ik ben net thuis. Ik heb net even Honey naar huis gebracht. En ik ben mijn camera vergeten om mee te nemen. Dus ja, dan ga ik denk ik voor nu even de vlog afzetten. Want ik ben echt helemaal kapot. En Sim komt zo ook thuis. Dus ik wil even met hem zijn. Trouwens, ik heb echt een paar pukkels. Ik snap er helemaal niks van. En wat betreft de dermapen, mijn huid voelt echt veel beter aan. Maar je ziet het resultaat eigenlijk na een paar weken pas. Dus het komt vanzelf. Maar ik ben echt niet blij met de pukkels. Ja, ik ga nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg! Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En vandaag ben ik samen met Nesje. Wij gaan zo even langs de wasserette. Jouw jas lijkt op Lira. Hoe bedoel je? Kijk. Oh, cute. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Dus ik heb gewoon zo'n pakje aan van LA Sisters. Hij zit wel echt super lekker. En ik heb gewoon een jasje boven gedaan. En ik ben echt helemaal klaar met nepwimpers. Want ik had echt zo erg irritaties gisteren aan mijn ogen. Dat ik er vandaag gewoon zo uitzie. Ik heb echt, echt de neiging om gewoon wimper-extensions te zetten. Wimper-extensions? Ja. Wat? Dat ze zeg maar zo zelf doen. Ja, ze hebben ze gewoon mooi, want ik voel dat je zo die wimper voegt. Ze zijn echt typische mannen, hè? We hebben net eindelijk mijn auto afgezet met de autogarage. En ik val echt bijna neer gewoon. Wat? Wat mag ik? Ik weet niet waar het filmen was. Ik val gewoon echt bijna neer van de honger. Ik heb echt zoveel spijt dat ik vandaag niet heb ontbeten met Nessie. En Nessie moet even gewoon rustig. Hoeveel broodjes heb jij gegeten? Vier? Vier. Vier? En hij durft nog tegen mij te zeggen van, ik heb ook honger. Ja, ik heb gewoon honger. Ik moet veel eten hoor. Oh, ik heb echt honger. Ik kan echt niet meer. Ik ben vandaag trouwens wakker met vier dikke puisten. En die man naast mij. Die man naast mij zit heel erg te kijken van, wat ben je aan het doen? Snel doorheen, snel doorheen. Ja, vier puisten toch, maar waarvan twee wit waren. Ja, ik heb hier ook nog. En als er iets is wat Nessim echt fucking lekker vindt om te doen, is gewoon. Alleen bij mensen waar ik van hou. Hè. Ik ga niet bij een random mensen, dat vind ik niet lekker of zo. Dat is een beetje raar. Oké, nou ja, maar ik had echt vier dikke puisten, waarvan twee echt witte. Lekkere informatie dit trouwens. Ja. En Nessie heeft het allemaal van me uitgeknepen. Nu zie ik er weer lekker fris uit. Weet echt, er zijn allemaal mensen die zeg maar denken, wat vies of zo. Maar ik weet 100% zeker dat tussen jouw volgers gewoon mensen zijn die precies hetzelfde hebben. Ja, die echt die houden van puisten uitknijpen. Maar ik hou er wel ik ken van. Dat soort mensen. Ik hou er wel van, maar alleen bij mezelf. En sinds kort ook bij Nessie, maar ik heb een beetje zijn tikje overgenomen. Allemaal door jou. Ja, dus ik zijn puisten uitknijpen. Maar hij heeft daar echt een. Heel erg obsessie mee en ik dat denk... Dat is overdreven man! Nee, maar jij kan het echt niet aanzien. Jij moet het uitknijpen. Ik heb soms zelfs ruzie met jou gehad omdat je mijn puisten wil uitknijpen. Ja, omdat je hem niet laat. Dat slaat nergens op. Maar hij heeft het ook niet echt van een vreemde. Want jouw moeder is precies zo. We hebben nu eerst naar McDonald's met de Spaanse kade. Die ik praat eerst... al terwijl hij nog niet eens filmde. Weet je dat ik het altijd heb, dat ik altijd 2 seconden mis omdat ik begin te praten voordat ik op de knopje druk. Maar wacht tot die seconde loopt. Wij gaan nu naar McDonald's. En ik ga even snel eerst een cappuccino drinken, want ik mag daar toch niks eten. En daarna rijden we even door naar de studio en daar ga ik een lekkere salade eten. En dan gaan we ook nog iets grappigs doen vandaag in de studio, hè? Oh, grappig! Oh. Wat gaan wij doen eigenlijk in de studio, Nes? Helemaal geen moer. Broeien. Wat wil je dat ik zeg? Ik wil het niet in mijn vlog zeggen, hoe talentvol ik ben. Ach man, wat wil je niet zeggen tegen mijn volgers? Hoe goed ik wel niet klink. Oh, zo goed. In de studio. Nee? Nee. Nee? Ik geef me die shine niet. Jay, fuck je shine, man. Geef mij een beetje shine, man. Hier, pak maar. Hier is een shine. Wat wil je zeggen? Ik wil zeggen... Vorige keer had ik jou niet in mijn vlog. Toen ging iemand zeggen van... Oh, jammer. Nessim zit vandaag niet in je vlog. Jammer, hè? Je bent wel een beetje geliefd door de laatste tijd in mijn vlog, hè? Ik ben ook zo'n leuke jongen. Ja, zo leuk. Zo leuk, romantische boy. Twee koffie, alsjeblieft. Doe even normaal, laat even normaal. Ik schaam me dood. Een momentje alsjeblieft. Is het diezelfde chick?
Je hebt me echt voor schut, je hebt me echt geen vertrouwen. Je gaat niks raars om met de camera te maken. Zei dat ik geen chicks kon versieren met deze auto. Nee, niet doen, maar. Let op. Nee, doe. Let op. Wat wil je nou? Ik wil gewoon een cappuccino. Groot. Wat hebben ze nog meer? Koffie? Verkeerd hebben ze ook. Oh, lekker man. Ja, maar koffie verkeerd. Wij zijn inmiddels op kantoor. Ik heb een lekkere grote cappuccino gehaald. En ik ga beginnen aan mijn salade eindelijk. Ik heb een salade met falafel en een zoete aardappel. Thank you. Nesrin, vertel. Wat is mijn top 3? Wat zijn nou? Mijn top 3 wat? Ja, top 3 om gelukkig te zijn. Mm-hmm. Is eten. Nummer 1 eten. Reizen. Ja. En aandacht van mij krijgen. Klopt helemaal. Toch? Ja, klopt helemaal. Ik ben geparkeerd bij mijn huis. Even kijken, ik ben met Nessie naar kantoor geweest. Ben daar een paar dingen even afgerond samen. En ik ben nu naar huis gegaan. Ik ga zo richting Saranda, want Fanny gaat naar Nessie. Maar ik ga even een andere outfit aandoen. Even wat chillere outfit voor op de bank. En dan ga ik weer richting Saranda. Ik ben trouwens echt heel erg blij met deze jas die ik heb gekocht van de Mango. Hij is echt zo chill en hij houdt me echt super lekker warm. Maar ik had dus een S'je in plaats van een M gekocht. Want ik had toen eigenlijk best wel een dunne truitje aan. Toen dacht ik, shit. Laat ik de bol maar goed bewaren. Want stel je voor dat ik echt een trui aan heb. En dat die een beetje te strak zit. Dan kan ik het nog terugbrengen. Maar ik vind hem echt super goed zitten. Ik ben er echt blij mee. Dus ja. Mijn haar zit alleen niet meer. Ik heb het vast gedaan. Maar goed. Boeiend ook eigenlijk. Ja. Ik zie jullie straks weer. Trouwens. Ik heb dus gisteren een paar nieuwe ringen gekocht. En die had ik jullie nog niet geshowd. Dus ik ga ze gewoon even één voor één even aan jullie laten zien. Ik ben er echt zo blij mee. Het zijn ook echt allemaal gold plate ringen. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga ze even allemaal aan jullie laten zien nu. Even kijken. Zo. Als eerst heb ik deze ring. En die ziet er zo uit. Even kijken. Wat ik aan ga doen bij Saranda. Zo cute. Met een sterretje erop. Deze is dus gold plated. Daarnaast heb ik. En ik heb altijd eigenlijk al een obsessie gehad. Voor sieraden met slangen erop. En zo ook deze. Ik ben wel niet echt gelukkig. Dus ik laat het zo zien. Dus ja, ik heb deze slangenring gekocht. En deze slangenring is ook nog verstelbaar. Dus voor mij echt heel erg handig. Want ik hou natuurlijk heel veel vocht vast. Dus ik heb deze gekocht. En deze is ook gold plated. Verder heb ik deze ring gekocht met een steentje erin. En ik vond deze kleur echt zo mooi. En past perfect bij de nagelkleur die ik nu heb. En deze is ook verstelbaar. Super handig voor mij. En daarnaast is deze ook nog gold plated. Ik ben hier echt, echt, echt blij mee. Ik heb mezelf even opgefrist. Ik heb even snel gedoucht. Ik ga nu even lekker een joggingpakje aandoen met een sweater eroverheen. En dan ga ik vertrekken. Verder heb ik ook deze ring. Ja, wat is het? Met een soort van sterretje erop met een zwart steentje. Ik vind dit toch echt wel de mooiste die ik heb gekocht. Ik ben hier zo blij mee. Hi Dienaar. Heb je mij gemist van Nachtpoepie? Ik ben echt gewoon super tevreden met mijn ringen. Het zijn echt allemaal ringen die ik altijd al eigenlijk wil hebben. En ik heb zo'n slangenring heb ik altijd al gehad eigenlijk. Mensen die mij echt van vroeger kennen weten hoe gek ik was. En nog steeds ben op slangensieraden. Ik droeg altijd slangenringen en kettingen, armbanden allemaal op de... Nou ja, ik was echt een middelbare school, maar dat was zelfs op hbo nog. Ik was er altijd gek op. En ik had het één keer gezien bij Mary-Kate Olsen. En daarna had ik er echt een dikke obsessie van gekregen. En ik vind dit eigenlijk wel een beetje op de ringen van Mary-Kate Olsen lijken. Ik vind dit echt heel erg mooi. Ik ben er echt blij mee. Laat hieronder weten wat jullie ervan vinden. Nessie vindt het een beetje apart. Maar ja, mannen vinden het sowieso een beetje apart. Al die gekke ringetjes. Maar ik ga hem even snel omkleden en dan zie ik jullie straks. Doei! Besef mijn outfit. Ik heb gewoon een joggingbroek en een trui aan van Nessie met mijn jasje erbovenop. Ik ga stuk. Weet je wat ik tegenwoordig echt voor schut vind? Elke keer als je een auto inkijkt tegenwoordig in de omgeving Rotterdam. En je ziet er van
ja, en je ziet toevallig gewoon een jongen erin zitten, hebben ze tegenwoordig allemaal een ballon in hun hand. Ik vind het echt zoiets voor schuts gewoon. Tini! Wat ben je aan het doen? Ja. Dat ben je aan het doen. Kom. Ja. Ik wil even mijn vlog afsluiten. Dus ga je zeggen, doe je tegen mijn volgers? Ik ga je het zeggen of niet? Wat ben jij mooi zo op de camera. Zeg maar doei-doei. Zeg maar doei-doei. Nee, willen ze niet. Nou jongens, zeg maar doei-doei. Nou, Etienne wil het niet zeggen. Nee, maar ik wil even mijn vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer.